Goedemiddag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer vrijdag 9 augustus om 14:21 en dat allemaal in het jaar 2019. Ja, ik ben niet naar fysiotherapie geweest, afgebeld, want ik was vanochtend knap ziek. Ik begin nog een klein beetje te zakken. Ik had vreselijke rugpijn, vreselijke hoofdpijn. Het heeft hier ook al best aan het regenen geweest, ook op het tijdstip dat ik weg moest. Ik heb één donderslag gehoord. Volgens de geleerden komt er vanavond meer. Wat is een meisje? Ja, je krijgt ook wat lekker ja. Gisteren was het algehele nationale Kid Day. Hoe zeg je dat in het Engels? Kattendag dus. Maar oké. Dat hoorde ik bij toeval in de winkel. Ja, het is voor een alle dagen kattendag. Dus ik doe niks niet anders hoor. Echt niet. Maar in ieder geval, ik wens jullie wel weer welkom bij een nieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Ik weet niet, ik moet vanmorgen nog even kleding inpakken om mee te nemen. Want je weet niet wat voor weer het morgen wordt. Want dat gaat sowieso ook, is beloofd door Piet Paulus, maar dat we storm krijgen. Hij noemt het een zomerstorm. Maar ja, meestal krijg je ook regen. Dus ja, en ik heb geen regenpak. Ik heb dan wel dat capeje gisteren gekocht, wat ik jullie niet zien gisteren. En dat is zwart met wit. Ik zal hem trouwens straks nog wel even passen. Maar in ieder geval, mijn broek wordt nat of wat dan ook. Dus ik wil wel even een extra verschoningssetje meenemen. En ik denk dat ik mijn blauwe ogen, het is geen overgooien, het is eigenlijk een zomerjurk, maar ik noem het een overgooien met die smalle banden. Lekker luchtig, want ja, Karin en Roderick wonen tussenin, dus ja, dat is flat. Daar is 9 van 10 keer warm en je kan niet buiten zitten. Ja, twee kleine balkonnetjes, maar ja, dan ga je een beetje visite zitten, dus je zit binnen. Dus even luchtig gekleed en de heenweg trek ik dit aan, denk ik, wat ik nou aan heb. Ik heb mijn zwarte harenbroek aan met die tijgerbloesje. En dan neem ik mijn witte harenbroek mee met mijn blauwe jurk erop. Ja, ben ik ook netjes. Hé, ja nou, ja. Dus dat moet ik nog straks inpakken. Karin haar cadeau komt ook eerst nog even in een plastic tas. Want papier, dat wordt nat als het geregend en plastic tas wordt ook wel nat, maar het papier niet. Ja, dus doen we dat eerst. Maar het komt allemaal goed en het is dus hier hopeloos triest. Geen zon, nee, grijze lucht. Poezenbeestjes zijn binnen. Kandel, die zit weer zoals gewoonlijk voor het raam. Hé, kerel. Ja, nou. Ja, hé. Ja, ik geloof dat ik dit maar weer afknip hoor. Want anders groeit hij uit zijn, hè? Komt er geen bloem meer in. Dat moet me niet. Maar in ieder geval, ik ga voor de diertjes even zorgen. En voor mezelf. En Pippi Langkous zit lekker even te kijken. Vind ik altijd leuk, Pippi Langkous. Niet het tekenfilmpje, maar met de echte kindertjes. Ja, vind ik leuk. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen gaan. En tot strakjes. Ja, lieve vrienden, de tijd houdt geen schaft, hè. Nee, oftewel, in het Fries, de tijd houdt geen schaft. Nee. Het is alweer 17:41. Het is alweer bijna tijd om alweer een hapje te eten. Ik heb er net voor iemand als verrassing een plaatje gemaakt met haarzelf erin. Ja, dat laat ik niet zien, want ik weet niet of ze dat leuk vindt. Maar in ieder geval, ze is een tijd afwezig geweest van Facebook door problemen en nu is ze er weer. Dus ja, ik heb haar even op een leuke manier welkom geheten. Dus dat we weer blij zijn dat ze er is. Maar oké, maakt allemaal verder niet uit. Ik ben ook bezig geweest met de cadeautjes nog weer in te pakken om in plastic tassen hier te doen. Want je weet niet of het morgen regent, ja of nee. Ik heb liever dat het extra beschermd is. Ik heb mijn regencape gepast, dat gaat. Die heb ik ook nou in een tas gedaan. Want ja, als je zoiets uit de verpakking haalt,
past dan nooit weer in terug. Nee. Dus die heb ik ook nog in een tasje gedaan. Ik ga zo meteen eerst voor het avondeten zorgen. Nou, ik heb het lekker makkelijk. Ik heb van die broodjes van de McDonald's. Hoe heet die dingen? Cheeseburger. Ja. Die maak ik straks lekker warm. Nou, en dan heb ik hier broodjes leggen. Die maak ik klaar voor in de trein. En zowel de heenweg, zowel de terugweg. Want ja, dan wil je toch wat hebben. Want ik had van een hapje of wat dan ook. Ja, oké. Karin die zou kippenpootjes halen. Nou, die zijn daar wel lekker. Ja, die lust ik ook wel heel erg graag. Heerlijk van de grill. Dus ja, maar ik maak toch broodjes klaar. Hou ik over. Ik denk dat altijd zondag weer opeten. En zondag hebben we het ook druk. Dan gaan we naar de dijk en dan hoop ik dat we rustiger weer hebben. Want dan hebben we dat zwemmen vanaf Den Helder naar Texel toe. Nou, dat wil je toch weer beleven, of niet dan? Ja, ik wel. Dus ja, dan moet ik van alles en nog wat mee. De lamp, alles gaat er mee. Want ja, je weet niet hoe het donker, hoe snel het donker gaat worden met het raar weer. Dus ja, we gaan er gewoon verder mee door. Ik heb mijn treinreis, heb ik al. Ja, de eerste kant. Ik heb mijn treinkaartje op mijn mobiel staan. Jullie krijgen de groeten van Jan van Dam. Die heb ik ook een hele tijd mee van aan de telefoon gezeten. Die gaat morgen ook naar Karen en Roderick voor Karen de verjaardag te vieren. Dus ja, het wordt een gezellige boel. Ik zie er naar uit. Ja, echt wel. Ik wou enkel dat mijn hoofd maar even wat overging en mijn rug. Want dat wil nog niet zoals ik het wil. Maar oké, ik kan het pret niet drukken. Ik ga nu verder aan de gang. Facebook heeft van mij wat aan een steurt krijgen. Daar heb ik nou geen zin in. Ik heb wel het plaatje even gegeven. Nou, die vindt ze wel. En voor de rest, ik ga hier mijn ding doen. En ik zeg tot straks. Ja, lieve vrienden, het is alweer reeds avond geworden. Het is 7 minuten over 8. Meneertje Frode komt er net aangetipt om weer te gaan eten. Want die dacht dat die het zou op gaan eten. Want die komt er ook aangelopen. Hè, Gandalf? Jij? Of niet dan? Ja. Kereltje. Hè? Is een kereltje. Maar in ieder geval, we hebben allemaal al gegeten, et cetera. Ik ben bezig een bak koffie te maken. En dan ga ik tv kijken en naar Facebook toe. En ik ga deze camera leeghalen, want ja, die moet morgen leeg zijn en ook weer opgeladen zijn. Dus ik zal hem ook aan de lader zetten. Dus ik wens jullie allemaal een hele fijne, liefdevolle avond. En voor later wel trusten met mooie dromen. En ik hoop natuurlijk dat jullie allemaal gezond uit bed mogen komen. Ik natuurlijk ook, want ik ga morgen naar Den Haag naar Karen en Roderick toe. En Jan van Dam die komt daar ook, dus het wordt er allemaal gezellig, leuk en druk. En morgenavond, ja, dan gaan we gewoon weer naar huis. Ja, want ik laat niet mijn diertjes alleen. En ik wil naar mijn eigen bedje toe en niet bij iemand anders. Nee. Hé kerel, jij man. Ga je weer terug? Ik heb hem er net helemaal aan het kammen geweest. Gewoon met een mengelkam. Oh, valt hij ook nog. Oh, bedap, bedap. Deze kam. Heb ik hem mee gekamd, ik heb hem gestofzogen, ik heb hem weer gekamd, ik heb hem weer gestofzogen en weer gekamd. En nog een heleboel haren komt er van hem af. Hé, ja kerel. Ja kerel. Hé, ja hé. Komt een heleboel haartjes van jou af hé. Ja. Hé. En dat jeukt ook hé. Ja. Wat voor dikkie hé. Oh gosje. Hé, kon dat maar. Hé, kijk eens, allemaal nog losse haren op hem. Maar ja, je blijft aan de gang. En ik heb ook al geveegd weer. En ik heb ook weer gestofzogen in huis.
Zo vergaren die. Dus ja, ik kan er niks aan doen. Het is nou helemaal zo. Je hebt dieren, dan moet je dat er op de koop bij nemen. Ik denk dat iedereen daar last van heeft. Dus ja, oh ja, ik heb hier nog wat leggen voor eeuwen. Want ik heb mijn brood voor morgen in de trein ook klaar. En heb ik een stukje vlees voor eeuwen hun hebben gehad. Wat is eeuwen? Eeuwen. Kom eens, meisje. Kom eens. Nee, is eeuwen. Kom maar. Zo, die heet ook weer op. Dus ja. En dan gaan we opschieten. Ja, koffie. Water heeft ook al gekookt. Dus gaan we inschenken. En dan heb ik weer een bakje koffie. En dan pak ik er een koekje bij. Ja. Appelkoeken die Jan had meegenomen. Neem ik er lekker bij. Op een schoteltje. En dan gaan we lekker even onderuit hangen. Eventjes, heel eventjes niks. Een half uurtje. En dan gaan we weer verder aan het werk. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. En tot morgen.